In deze video laat ik je zien hoe de resultaten van Selfie eruit zien. Om de resultaten van jouw school te raadplegen, log je in als schoolcoördinator en ga je naar het dashboard. Voor we de resultaten bekijken, kunnen we nog de participatieratio's raadplegen. Je ziet hier de drie doelgroepen, elk in hun eigen kleur. Door met je muis over de doelgroep te gaan, krijg je extra informatie. De symbolen geven dan weer de kwaliteit van de participatie weer. Zo kan je als school inschatten of de resultaten representatief zijn. Ik scroll terug omhoog en klik nu in stap 4 op resultaten bekijken. Nu kies ik de periode van mijn zelfreflectie en kan ik ook de vragenlijst die ik afgenomen heb gaan bekijken. De resultaten komen onderaan tevoorschijn. Eerst zie je de invulpercentages voor deze vragenlijst. Daarna krijg je de overzichten per gebied, telkens weer in de eigen kleur elke doelgroep en in dezelfde volgorde. Eerst de schoolleiders, dan de leerkrachten, dan de leerlingen. Ga je over de staafdiagram, krijg je weer extra informatie. Nadien krijg je de resultaten per gebied. Je kan heel gemakkelijk de gebieden veranderen. Je kan informatie opvragen over de vraagstelling en je kan ook door op de driehoekjes te klikken in het rechtermenu extra info krijgen. Nadien worden de resultaten ook nog eens per gebruikersgroep vergeleken. Ook hier kan je heel gemakkelijk binnen elk domein dat bevraagd geweest is een vergelijking gaan maken. De resultaten per gebruiker worden dan weer in een wiel voorgesteld. Je kan ook gemakkelijk je doelgroep gaan veranderen. Bij de leerlingen zie je heel wat grijze balkjes. Dit is omdat deze vragen niet van toepassing zijn voor een publiek van leerlingen. En tot slot hadden wij in onze demoschool ook vragenlijsten uit andere gebieden aangeduid. De resultaten daarvan vind je onderaan. Bij elk resultaat zie je ook de mogelijkheid om een PNG-bestand of een PDF-bestand te downloaden. Indien je graag een open badge of deelnamecertificaat afdrukt, ga je terug naar het dashboard en kies je voor stap 5. Aan de linkerzijde krijg je uitleg om een open badge aan te vragen. De rechterzijde kan je gebruiken om je deelnamecertificaat te verkrijgen. Wat je nu als school doet met al deze resultaten, beslis je uiteraard zelf. Je kan het gebruiken als een zelfevaluatie, als een nulmeting vooraleer je aan de beleidsplanning begint, als een evaluatie van je beleidsplan, of ook als opener van een discussie over ICT-onderwerpen. Ik wens je veel plezier met Selfie.